Het is nog steeds ijskoud, maar vrijdag staat de Ambeltse kermis alweer op de turfmarkt. Tijdens de officiële opening, op zaterdagmiddag, is het nog maar afwachten of het druk wordt. Nee, er zijn geen oplossingen voor, want je bent gewoon weersafhankelijk. Dus als er regen is, is er regen en de opening gaat gewoon door. Ik bedoel, daar kun je toch niks aan doen. Dus het is gewoon afwachten. Dus je hoopt maar dat het zaterdagmiddag rond 1:15 gewoon hartstikke droog is en de zon gaat schijnen. Dat is het mooiste. En meestal lukt het ook wel met de Ambelten. Dan is vaak het zonnetje erbij. Het ligt net wat je zegt, het ligt echt aan het weer wat er gaat gebeuren. Als het een beetje boven nul komt en de zon komt erbij, komen de mensen al gauw uit hun huisjes. En dan kunnen wij er ook een beetje van meer profiteren natuurlijk. Maar als het echt sneeuw komt en het blijft vriezen, dan wordt het natuurlijk rustig begin. De opbrengst daarvan, die gaan ook een deel naar de Ambelt. Komt die in gevaar door het slechte weer? En dat heeft geen invloed op het geld, want het geld, het is in principe al verpacht. En die verpachting, daar gaat dus deels gewoon het geld naar de vrienden van Ambelt. En die gaan er weer leuke dingen mee doen voor de Ambeltschool. Ja, ik ben er bang voor. Want het publiek wat wij hier krijgen is toch wel erg op het weer gericht. En we hebben de ervaring deel dat als het koud is, dan is er weinige belangstelling. De jeugd die zal zeker komen. Ik bedoel, er staat een leuke kermis weer opgesteld hier op de turfmarkt. Dus ik denk dat dat geen probleem gaat worden. Maar hoeveel mensen er komen, dat durf ik echt niet te zeggen. Bij de eurodagen zal het waarschijnlijk iets drukker zijn. En door de week, ja, het is gewoon, ja, je hebt geen vakantietijd. Maar ik denk dat de jeugd de kermis toch wel weet te vinden. Dus die zullen hier ongetwijfeld komen. En die zullen heus wel weer plezier hebben aan deze kermis.